En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter op en het gitter allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. De schoolvakanties staan voor de deur, dus veel mensen gaan de komende tijd op pad. Maar veel bezoekers van de markt in Hatert zijn al op vakantie geweest. Ah, oh, ben je al op vakantie geweest? Net geweest. Ik ben al op vakantie geweest. Vakantieplannen? Ja. Ik ben al op vakantie geweest. Ik ben eigenlijk net terug. Oh, waar komt u vandaan? Wij komen uit Spanje. In Italië geweest. En hoe was dat? Dat was hartstikke goed. Ja, heel leuk. Wat hebben jullie daar gedaan? Gefietst, gewandeld en relaxed. Aan het strand gelegen. Gekampeerd en steden bekeken en mooie dorpjes, gewoon cultuur snuiven. Wat zijn uw vakantieplannen dit jaar? Nog helemaal niet. Ik ben pas heb ik een heel ziekteproces gehad, dus ik heb dit jaar nog helemaal geen plannen gemaakt voor mijn vakantie. En als het al zo is, dan blijft het in ieder geval hier in Nederland. Ik ben 85, want 86 loopt heel slecht. Hadden nog plannen om nog in, we zijn nog in het voorjaar in een huisje geweest. Maar zouden we nou ook doen, maar dat wordt niks. Nou, een dagje uit gaan we nou, dat ga ik nog wel eens doen. Maar vakantieplannen, bijvoorbeeld 14 dagen of 3 weken naar Zuid-Frankrijk, dat is er niet bij. Dat ga ik niet doen. Oh, ik moet even nadenken hoor. Ik ga naar de Ardennen, geloof ik, met de tent. Ja. Maar goed, stel u maakt toch op het laatste moment nog vakantieplannen. Wat zou u dan heel graag willen doen? Ja, dan wil ik het liefst ergens in Friesland of Azee in Noord- of Zuid-Holland. Ja, najaar zullen we wel weer ergens naartoe gaan. In Nederland of? Nee, dan gaan we denk ik naar Frankrijk toe. Nou ja, ik heb een zoon in Den Haag wonen. En dat geeft nogal wat mogelijkheden. Hè? Dan kun je daar eens een dagje naartoe. Kun je lekker een dagje naar Scheveningen en zo. En daar verblijven. Dus dat soort dingen, dat doe ik wel. Ja, we gaan wel dan hier, dan daar. En dit is ons dan een uitje. Ja, en wat wandelingen maken. En af en toe naar een wat grotere stad om wat museum te zien of zo. Ja, dat is een beetje cultuur snuiven. Ja, ja, in samenhang met de natuur. Ja, de Vierdaagse. En dan is ook weer een week vakantie. Hè. En altijd gezellig. Heeft u nog een tip voor mensen die dit jaar willen kamperen? Kamperen, ja. Je moet niet wachten tot je niet meer kunt. En als je het graag doet, moet je het doen. Ook als je wat ouder bent. Er zijn echt wel mogelijkheden.